ben Pieter van den Broeke. Ik ben werkzaam bij Manhattan Associates. En Manhattan Associates is een Amerikaanse softwareleverancier, gevestigd ook hier in Nederland, waar wij retailers helpen om een optimale omnichannel fulfillment oplossing te realiseren. Het congresthema van dit jaar is Reinventing Retail. En wat draagt uw organisatie daar precies aan bij? Hoe uitvinden daarvan goed oplossingen? Ja, zoals ik zei, helpen wij retailers om de omnichannel propositie zo goed mogelijk uit te werken. En heel specifiek gericht op de fulfillment kant van het verhaal. En wij hebben op drie manieren eigenlijk helpen wij retailers in deze context. Enerzijds helpen wij hun voorraad zo globaal mogelijk inzichtelijk te maken in waar het beschikbaar is om te bedienen, om de voorraad te gebruiken voor gelijk welk kanaal. Anderzijds, eenmaal die voorraad inzichtelijk is gemaakt geweest, dan zijn we in staat om retailers te helpen om te kiezen van waar men een bepaalde klantenvraag zal bedienen, vanuit welk voorraadpunt. En wat belangrijk hierbij is dat retailers meer en meer ook het winkelkanaal gaan zien als een aanleverpunt voor online consumenten. En dan in een derde innovatie die we aanbieden is om winkels toe te laten om eigenlijk zich op te stellen als een fulfillment center voor online demand. Okay. En we zijn vandaag in de Amsterdam Arena, waar Retail Champions Rise. En welke retailer is volgens u de absolute kampioen? Waarom is dat? De retailer die mij naar voren springt is Ahold, die toch een heel grote strategische investering heeft gemaakt met de aankoop van bol.com. Dus een grote pure play online speler. En dit nu gaat blenden met hun traditionele kanalen, zijn de food winkelkanalen. En ik denk dat ze voor de toekomst heel sterk gewapend zijn om de omnichannel propositie heel mooi uit te werken. En hoe ziet u de Nederlandse retail toekomst en welke rol spelen e-commerce en mobile daarvoor? Ja, ik denk dat duidelijk is dat deze retailers die in staat zijn om e-commerce te kunnen linken aan hun winkelkanalen en gebruik maken van mobile, dat zij de winnaars van de toekomst zullen zijn. En dat beide aspecten totaal niet kunnen genegeerd worden om te kunnen overleven. Dus ik denk wel een mooie toekomst, op voorwaarde dat men deze beide technologieën echt toepast in functie van de consument.